verschillende bouwers van de toekomst en de oplossingen van morgen. Mark Koster neemt met ons de toekomst van de online ondernemers door en het grootste talent schuift aan. En Hanneke Hulst schrijft ook aan. Zij promoveert namelijk woensdag op baanbrekend onderzoek naar niet de spier, maar de zenuwziekte MS. Ja, live muziek is er van Dwayne Verheijden en Emiel Landman. Meepraten over de uitzending kunt u doen via de hashtag WNL. In Texas en Mexico kan hij niet eens meer normaal de straat op, want daar is hij namelijk een absolute wereldster. In eigen land fronst men waarschijnlijk de wenkbrauw bij het horen van zijn naam. Daar komt hij, Dwayne Verheijden. De 23-jarige Limburger won met zijn band in Texas de felbegeerde Tejano Music Award in de categorie Beste Artiest. En de winner is Dwayne Verheijden in de Texas Valley! Daarmee is hij de eerste Europeaan in 34 jaar die er met deze prijs vandoor gaat. Dwayne, welkom. Dankjewel. Naast jou staat jouw neef Geert achter. Neef Geert met de gitaar in zijn handen. En jij hebt een accordeon om je buik hangen. Want daarmee heb je natuurlijk de prijs gewonnen. Ja. Gefeliciteerd. Met welke Nederlandse prijs zou je Tejano Music Award kunnen vergelijken? Ik denk dat je dat ongeveer met de Edison of zo kan vergelijken. Ja, en jij zat dan natuurlijk daar in de zaal. Ging je er al een beetje van uit dat je hem binnen zou slepen of niet? Nee, dat niet. Ik hoopte het natuurlijk wel. Maar ik was genomineerd in twee categorieën, Best New Group en Best New Artist. En in Best New Group heb ik die award gewonnen. En dat was wel speciaal. Nou hoor ik een licht accent. Ja, dat geloof ik wel. En dat is een Limburgs accent, als ik het goed heb. Ja, hoe komt een Limburger nou daar terecht? Nou ja, ik ben opgegroeid met Tex-Mex muziek. Wat is dat? Tex-Mex muziek. Tex-Mex staat voor Texas, Mexico, dus dat is waar de muziek vanaf komt. En die muziek die bestaat eigenlijk dus uit een soort van accordeon, gitaar, basgitaar, drums en Spaanstalig gezongen. Maar er zullen heel veel gezinnen zijn die niet zo daarmee zijn opgegroeid. Waarom groeide jij daarmee op? Ja, dat klopt. Omdat mijn vader, die luisterde altijd naar de muziek van Flaco Jiménez en dat is een vijfvoudig Grammy Award winner, accordeonist uit Texas. Hij heeft hier ook best vaak in Europa getoerd. Mijn vader luisterde altijd naar hem zijn muziek, dus zodoende dat toen ik geboren werd, toen hoorde ik elke dag die muziek en toen ik 7 jaar was, toen kochten mijn vader en moeder mij een accordeon en zo is dat een beetje begonnen. Jij noemt zijn naam Flaco, dat is eigenlijk een beetje de B.B. King van de blues, daarmee kunnen we hem vergelijken. Ja, klopt. Ja, die heeft met de Rolling Stones gespeeld, 5 Grammy Awards, noem maar op, van tot Japan. Dat is nu een soort tweede vader voor jou. Hoe ben je dan zo met hem in contact gekomen? Dat is gekomen omdat ik in 2007 heb ik een prijs gewonnen hier in Limburg, in Maastricht, op de 11e van de 11e. Carnaval. Carnaval. En toen had ik wat interviews daarna en dan vroegen ze mij, Dwayne, wat is jouw droom? Ik zeg, mijn droom is om een keer met mijn idool op het podium te mogen staan. En een man in Limburg die had Flaco Jiménez toen geboekt in het jaar daarna 2008 en die heeft dat voor mij die droom werkelijkheid gemaakt en heb toen met Flaco op het podium gestaan en toen via hem ben ik eigenlijk een beetje in Amerika terechtgekomen. Wat was het moment dat jij door had voor jezelf ook, hey, ik heb hier echt aanleg, letterlijk talent voor? Ja, ja, dat is een goeie. Na die prijs dan wordt je talent een beetje een soort van erkenning voor hetgeen wat je doet. Hè. Dus, die vraag kan ik moeilijk beantwoorden. Je wint natuurlijk wel zo'n prijs. En ik kan me voorstellen dat er dan even wordt uitgelegd aan jou van waarom jij hem hebt gewonnen. Wat was de reden dat jij hem als Nederlander hebt binnengesleept? Ja, dat is dus met het laatste album wat we hebben opgenomen. Hebben we die prijs gewonnen. En dat komt omdat ik ook stemmen kreeg uit Europa, Amerika, Mexico, bla bla. Ik denk het meeste wat ik hoor van mijn fans daar is dat ze het heel speciaal vinden en dat ze het, dat ze het eigenlijk niet kunnen bevatten dat een Nederlandse jongen hun muziek maakt. Dus van de andere kant van de wereld, Nederland, hun muziek maakt. Daar hebben zij nog nooit van gehoord. En maar dat blijft ook echt heel vreemd, dat je dus eigenlijk wereldberoemd bent in die landen en eigenlijk in Nederland nauwelijks bekendheid hebt. Ja, dat klopt. Is Nederland eigenlijk rijp voor jou eigenlijk? Ja, ik weet het ook niet. Misschien dat met een soort van commercieel nummertje of zo, weet je wel. Ik ben aan het denken in de stijl van Danza Kuduro, zoiets of weet ik niet. Dat misschien wel mogelijk is, hè. Dat zou mooi zijn. En dan Nederlandstalig, want daar is het dan een Spaanstalig wat jij zingt. Maar zou je dan Nederlandstalig willen? Als het moet zou dat wel kunnen, maar in principe zing ik in het Spaans en een beetje Engels, maar Nederlands zou zeker ook, Maar dus even Spaans spreken, dat doe je ook niet zomaar. Nee, dat moet je ook oefenen. En dat heb ik gedaan thuis met de computer. Hè. Echt? Met de computer alleen? Ik wil, yo quiero, jij wil, tu quieres, huis, casa.
En serieus? Toen, ja. En het klinkt allemaal goed. Dus de Spaanstalige, of ja, Spaans sprekende mensen, die zijn erover te spreken. Ja, die zijn erover te spreken. Ja, dat klopt. Dus nu versta ik ook eindelijk eens wat ik zing. Dus dat scheelt ook. Maar je hebt nu ook een agent, hè? Iemand die zelfs een Shakira en zo in zijn stal. Die ja, zorgt nu voor jou. Ja, ik heb een contract getekend met een promotor in Hollywood. En dat is een promotor die doet ook de events voor. Shakira, Christina Aguilera, Julio. En als jij zo'n contract tekent, betekent dat jij net als een van onze vorige gasten ook met een Porsche hier het dek afrijdt bij de NOS gebouw? Nee, ik heb gewoon een Volkswagen Golf voor. Dus ik zou het willen, maar... Nou, wij zijn natuurlijk nu heel erg benieuwd hoe jouw muziek klinkt. Je gaat samen met je achterneef Geert, ga jij een nummer voor ons spelen. Hoe heet het nummer en waarom heb je voor dit nummer gekozen? En wat betekent het, willen we ook weten, want je kan het toch vertalen. Ja, nee, dat klopt. Het nummer heet Ando Buscando un Amor. En dat betekent, ik ben een liefje aan het zoeken. Ik ben een nieuwe liefde aan het zoeken. Okay. Waarom heb ik voor dat nummer gekozen? Ja, dat nummer representeert eigenlijk het echt pure Tex-Mex gevoel muziek. Ja, het is een vlot nummertje en qua zang vind ik het ook persoonlijk wel een grappig nummer om te spelen. Ando buscando un amor que sea solita. Allá te espera en la sombra, ya que me esquite. No me levanto hasta que me des tu amor. Una sola esperanza, pero chinita no me tengas desconfianza. Tarde o temprano me tendrás que dar tu amor. Confianza. Tarde o temprano me tendrás que dar tu amor. Ja, wow. En je moet het echt bijzeggen, anders gelooft niemand het. Als je halverwege het nummer gehoord hebt, je denkt, nou leuk, twee Mexicanen in de studio. Ja, twee jongens uit Limburg, goed dat we het even erbij zijn. Dank. Ja, dankjewel.